Ten eerste wil ik zeggen dat ik net zo verbaasd ben als jullie om mij naast deze shuyukh te zien zitten. Vanmiddag is mij gevraagd om in het kort te vertellen waarom ik tot de islam ben bekeerd. Waarom ik 6 jaar geleden de shahada heb uitgesproken. Ik zal het proberen kort te houden. Bismillahirrahmanirrahim. Ik vind het zelf altijd erg moeilijk om in het kort te vertellen waarom ik voor de islam heb gekozen. Omdat wanneer ik 6 jaar geleden tegen mezelf gezegd zou hebben, in het kort, waarom ik moslim ben geworden, dat ik mezelf voor gek zou hebben verklaard, dat ik voor islam heb gekozen. Dus ik probeer het, wanneer ik het een niet-moslim vertel, altijd te doen in een verhaal van een half uur, op zijn minst. Ik ga nu proberen in het kort, in 10 minuten, de hoofdpunten te noemen. Wilt u dit eerst vertalen? Mijn betergem is wel. Tegelijk vertalen? Of? Nee. Als je klaar bent, dan ga ik even. En klaar, oké. Begon 7 jaar geleden. Ik deed sociologie op de Erasmus Universiteit. En ik had discussies met een vriend van mij. Hij was Surinaamse Hindoestaanse moslim. En we hadden het over allerlei sociale, maatschappelijke vraagstukken. En hij zei, de islam biedt oplossingen voor alle problemen. Maakt niet uit welk niveau. De islam heeft de oplossingen voor. Ik zei, ja, dat kan allemaal wel. Maar heel die God bestaat naar mijn idee niet. Ik geloofde niet in God. Ik was atheïstisch. En ik wilde eigenlijk mijn vriend ervan overtuigen dat God niet bestond. We kregen discussies. En ik begon te lezen over de islam en te lezen over filosofie en over verschillende religies en over te denken over het bestaan van God. En elke keer wanneer ik iets las over de islam bijvoorbeeld, dan zocht ik eigenlijk naar gaten binnen de islamitische geloofsleer waar ik mijn vriend op zou kunnen pakken. Dus dan las ik iets thuis en de volgende dag zag ik hem op school. Of dan las ik iets en dacht ik, dit klopt niet, dit kan niet. De volgende keer als ik hem op school zat, wilde ik hem daarmee confronteren. Maar dan las ik verder en toen dacht ik, oké. Als je het zo ziet, beetje bij beetje snapte ik steeds meer wat de islam betekent. En ik vergelijk het zelfs als met een cake. Als je al die verschillende ingrediënten hoort die in een cake gaan en je proeft de meel. Als je alleen de meel proeft, dan snap je niet dat het zo lekker kan smaken zoals uiteindelijk een cake smaakt. Of je proeft het ei dat erin gaat, je proeft de ei. Je snapt niet dat het uiteindelijk in zijn geheel veel meer betekent dan alleen die ei. Als je alle ingrediënten op de juiste mate hebt en je bereidt het op de juiste wijze, dan snap je wat het totaalplaatje van de islam betekent. En het duurde voor mij een hele lange tijd voordat ik besefte wat de islam precies inhield. En dat heeft 1 jaar geduurd. Ik heb heel veel gelezen over verschillende religies en dus in het bijzonder de islam. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik inderdaad dacht van de islamitische geloofsleer biedt inderdaad heel veel oplossingen voor alle problemen. Zelfs als je niet in een god gelooft, zelfs als je niet in de hiernamaals gelooft, dan nog biedt de islam principes en richtlijnen die voor ieder mens zinvol zijn, nuttig zijn en gelukkig, de samenleving gelukkig kunnen maken. Bijvoorbeeld het gebed. Er zijn 1001 redenen waarom dit zo is. Bijvoorbeeld het gebed. Ook als je niet in een god gelooft, is het goed om je 5 keer per dag terug te trekken uit de dagelijkse sleur en jezelf af te vragen van oké, waar ben ik nu mee bezig? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat doe ik goed? Wat doe ik minder goed? Wat kan ik beter doen? In principe is dat de kern waar het gebed om draait. En zo geldt het voor heel veel verschillende aspecten van de islamitische geloofsleer. Beetje bij beetje begon ik de islam meer te waarderen. En terwijl ik de islam meer begon te waarderen, begon ik ook de natuur steeds meer te waarderen. Ik begon te beseffen dat er een bron lag die ten grondslag ligt aan ons bestaan. En ik merkte dat, terwijl ik heel veel over de islam dacht en over filosofie nadacht, dat eigenlijk mijn ratio mij heeft doen overtuigen van het bestaan van God, van het hiernamaals, van de Koran, als het authentieke woord van God. Dus was in het begin zo eigenlijk een heel erg rationeel proces. Later toen ik dingen ging uitproberen, zoals het gebed, ging bidden en ik deed het met een boekje erbij. En misschien, als je dan kijkt naar de etiketten van hoe ik het deed, leek het nergens op. Maar uiteindelijk was de intentie op dat moment, geloof ik, best zuiver en het raakte mij heel erg. Vanaf dat moment ben ik beetje bij beetje gaan proberen te bidden. Ik ben mee gaan doen aan de Ramadan. En elke keer werd ik getrokken door een zeker gevoel dat mij aangaf van dit is waar, dit is geloofwaardig. Beetje bij beetje ben ik op die manier dichter tot de islam gekomen. Ik deed het gebed en ik deed de Ramadan. Op een gegeven moment besefte ik al dat ik in God geloofde en dat ik in de islam geloofde. En dat ik ervoor besloten om het ook uit te spreken. Ben ik naar de moskee gegaan en heb ik daar mijn shahada gedaan. Dus het is eigenlijk een heel proces geweest. Het is heel moeilijk te zeggen, dat ik ben niet van de een op de andere dag moslim geworden. Het is een heel proces geweest naar die shahada toe. En de shahada was als het ware een soort van mijlpaal. Van nu is mijn geloof zo sterk dat ik er ook voor uit wil komen. Dat is in het kort, in een notendopje, is dat het verhaal. Dank. Alhamdulillah.